voorzitter, François de Keersmaker. U kent hem nog wel, de advocaat met de eeuwige glimlach die 11 jaar lang bondsvoorzitter was van die Belgische voetbalbond. In 2017 werd hij opzij geschoven, maar sinds dit jaar is hij terug actief in ons voetbal. Op lager niveau weliswaar, als voorzitter van Eerste Provincialer Racing Mechelen. Wij polsten naar zijn mening over de racing en over de Rode Duivels, de twee ploegen van zijn hart. Stijn van Baarle. Welkom in de hel van Racing Mechelen. Wij zelfs het beste kind, weet dat de racing wint. Racing, doet er nog eentje bak. Uit volle borst zingt François de Keersmaker het clublied van Racing Mechelen. De ploeg van zijn hart. Als je in Mechelen geboren wordt, dan ben je ofwel racinger, ofwel die andere ploeg die dat hier niet bij naam genoemd wordt. En de Keersmaker is van jongs af aan dus racinger. Maar ook de Rode Duivels liggen hem nog altijd na aan het hart. Ik ben altijd supporter geweest van de Rode Duivels, supporter nummer 1. Ik heb tot op heden, voor zover ik weet, nog maar 1 wedstrijd gemist van de Rode Duivels. En dat was nu onlangs de wedstrijd buiten huis tegen Rusland, waar er op dat moment hier ook werd gevoetbald. Dus dat was een hartverscheurende keuze. Over de EK-loting is de gewezen bondsvoorzitter duidelijk. Die eerste ronde mag helemaal geen probleem zijn. Nee, met die trekking kan dat niet. Hè. Dat mag helemaal geen probleem. Dat zal geen probleem zijn ook. De oude bestuurskamer van Racing Mechelen ademt traditie. Hier wordt duidelijk dat de Keersmaker in de wieg was gelegd om de voetbalbond te leiden, die intussen 125 jaar bestaat. Daarvan moet ik zeggen dat er 3 voorzitters uit onze familie komen. Dus Oscar van Kisbeek, die dat het uiteindelijk 6 jaar geweest is. Mijn schoonvader, dus de schoonzoon van Oscar van Kisbeek, is 20 jaar voorzitter geweest. En ik, de schoonzoon van Lovie Wouters, ben dus 11 jaar voorzitter geweest. Het bloed kruipt waar dat het niet gaan kan, zeker. Hè? Kurt, heb jij een sleutel van de deur van de Eretribune? Wie zou die sleutel hebben? Ah. Hij gaat erin, is dat nog niet? Nee, we zijn er nog niet. Moderniseren en professionaliseren bij de racing is er nog werk aan de winkel. Maar voor de voetbalbond is dat net zijn grootste verwezenlijking. Weet jij wie dat daar een sleutel van heeft? Dat is vast. En vroeger was de bond een beetje het ministerie van de sport, bij wijze van spreken. Vooral administratief en wat dan ook. Maar als je nu ziet welk bedrijf dat uitmaakt, dat is gigantisch veranderd. En daar heb ik in alle bescheidenheid toch wel mijn steentje aan bijgedragen. Ook de huidige gouden generatie Rode Duivels kwam onder zijn bewind tot volle ontplooiing. Maar in 2017 werd de Keersmaker opzij geschoven, vlak voor het hoogtepunt, het WK in Rusland. Bij wijze van spreken, ik stond niet op het bordes op het stadhuis in Brussel. En ja, dat was misschien wel spijtig, maar ook niet meer dan dat. Hè. Daar kom ik verder beneden. Hè. Schitterend gespeeld. De Keersmaker is verre van verbitterd en is blij als een kind met de 3-2 zegen van de racing tegen de Kempen in Eerste Provinciale. De Keersmaker! Daar kom ik verder beneden. Dat zal wel zalig dat we naar beneden komt. En drinken bestellen. Nee, dat is niet zo echt niet doen. Dat met de president. Dat zal wel zijn. Voor Duivels en racing. Racing geldt maar 1 motto. Waar een wil is, is een weg. Mogelijk Europees kampioen worden, dat zit erin. Dat zit erin en daar moeten we voor gaan. En voor Racing Mechelen, dat zou prachtig zijn, moesten we dit seizoen kampioen worden. Hè. En terug naar de nationale afdelingen gaan. Wat is dat allemaal? Oké. We gaan die terug opzetten. Hè. Met het embleem van Racing Mechelen voor. Hè.